voorzitter van de KPI Harbrinkhoek. Dat is een plattelands jongerenvereniging hier in Harbrinkhoek, Mariaprog in omstreken. En we hebben nu dit jaar staan we dus weer bij het paasvuur van wat we dit jaar gebouwd hebben. Dus dat, En hoe lang hebben jullie erover gedaan? We zijn denk ik nu zo'n beetje al 6 à 7 weken bezig om hout bij elkaar te sprokkelen. En te verzamelen, onder andere met vrachtwagens, trekkers en van veel al handwerk, zeg maar. Wij zijn ongeveer met 30, 35 mensen. En op de top, zoals afgelopen vrijdag, zaterdag, dat zijn echte dagen, dan moet het nog even gebeuren. We halen zo'n beetje 120, 130 adressen hebben we waar, bij mensen thuis waar we hout ophalen. En dan zijn we toch echt wel met een 40 mensen, 40, 45 mensen onderweg om overal het hout bij elkaar te halen. Oké, dat is dus nog een redelijke klus om dat voor elkaar te krijgen. Ja, het is een hele happening en het is een beetje traditie, maar de jongens vinden het ook hartstikke mooi en het is een gezellige dag met elkaar. Het is wel even bikkelen, maar het is hartstikke gezellig en leuk om te doen. Weet je wie langs het blijft staan? Kom maar even achteruit, want het gaat nu voor heel hard hoor. Kom even bij ons. Waar is dat feestje?
hele dieren. Dit is bijvoorbeeld, maar er zit ook bladgoud op. En alle andere elementen zijn ook verguld. Tenminste, alle rubberelementen zijn... De rubber is deels ook verguld. En het meeste goud zit eigenlijk nog bijna aan de binnenkant. Wat hier hangt, dat is... Als je tot aan die kant, dat is de muur precies bij de ingang van het Palazzo Bembo. Dat is een paleis naast de Rialtobrug. Als je met de boot gaat en je zou er van de zomer naartoe willen, halt de Rialtobrug. Zo simpel is het. En die muur, die is helemaal tot een groot schilderij, tot een assemblage gemaakt. Zodat het eigenlijk, heb ik de hele wand gebruikt als een soort schildersdoek waarop ik elementen heb aangebracht. Dus je zou kunnen zeggen ook van, nou, ik schilderde dit hier, ik gebruikte deze huid, dat is perkament. Daar, ik maakte een grote lagune voor Venetië met blauw. En zo ben ik langzamerhand die ruimte, heb ik die op dit stuk muur hier veroverd. Omdat, ja, ik vond het leukste als er niet één groot werk zou zijn. Eén werk, gewoon een mooi werk natuurlijk. En op deze fantastische, eervolle plek, een soort Biennale van Venetië. De wereldtentoonstelling van de kunst. Maar als er iets te beleven viel, als je allerlei onderdelen zou kunnen gaan, als je die onderdelen zou kunnen gaan bezien, zonder dat je het geheel uit het oog hoeft te verliezen. Nou, ik vond het veel leuker om het helemaal in beslag te nemen. Het leukste is, ik ben even weg, dus hier zitten mensen en gaan ze, en dan zitten daar nog, en nog rechts van mij, een beetje vooruit, daar komen ze binnen voor de om te zien hoe en wat de boeken worden daar verkocht. Dus zij noemden het zelf ook een prestigieuze plek. En na een beetje nadenken, want ik had hem gekozen, zeiden ze, hebben ze geschreven, wij geven jou deze prestigieuze plek, de curatoren, want we verwachten dat het spectaculair zal worden. De reden waarom er vanuit deze wijk een brief is geschreven aan de wethouder heeft te maken met het feit dat een zandbak zoals dit niet geoutilleerd is voor kinderen. Kinderen willen graag spelen met zand, in zand. Daar hebben ze zeefjes voor, emmertjes en zandvormpjes en dat gaat heel erg moeilijk met deze houtbrokken. Ik noem het expliciet brokken omdat het niet echt fijn hout is. Het zijn grote stukken hout. Beschadigen de benen van de kinderen, ze raken verwond erin. Als ze erop springen, kan dat in hun voet blijven hangen, wat dan een aantal keren gebeurd is. Op zich zijn de houtsnippers, is dat gewoon een valondergrond. Het gaat over valondergrond en niet over een zandbak. Maar een valondergrond die gecertificeerd is, die dus eigenlijk zou moeten voldoen als een kind van de speel, van de glijbaan afgaat of van de schommel valt. Dan voldoet dat als valondergrond. Het is ook gecertificeerd materiaal. En we hebben ook gezien dat er zich spijkers in de houtstukken bevinden. En dat is niet echt veilig. Onze oproep is ook om zo snel mogelijk weer het zand terug te brengen. Dat speelt fijner voor de kinderen, is prettiger voor ons. En het brengt ook rust in de wijk hier waar we zitten. Want iedereen is toch wel echt tegen dit hout. We zijn ter plaatse geweest en hebben met de wijkbewoners gesproken. En die gaven aan heel graag weer zand terug te willen. Ik ga niet over zand of houtsnippers, maar wat ik ontzettend belangrijk vind is dat kinderen graag buiten spelen, want dat is ontzettend belangrijk voor hun ontwikkeling. Dus als we goede afspraken met de wijk kunnen maken over dat de houtsnippers vervangen worden door zand, hebben wij in de Pelikaan als een soort pilot nu zand aangebracht. De wijkbewoners moeten dan zelf dat zand onderhouden en ervoor zorgen dat die speeltoestellen daar veilig in staan. Dus dan willen wij daar wel zand terugbrengen. Maar desondanks kan ik me voorstellen dat mensen zand plezieriger vinden. Dus als er, ik heb nu op één plek hebben we dat gerealiseerd als pilot. Ik heb nog een aanvraag liggen en ik zei net al dat we ook even hier intern willen bekijken hoe we daar nu mee omgaan.
Het was in dit stadspark in Amsterdam. Ik had me vergist in de afstand. En dus kon ik nooit op tijd thuis zijn voor de herdenking, die 2 minuten op 4 mei. Nou ja, toen ben ik maar stil gaan staan hier in het park. En toen ik om me heen keek, zag ik dat meer mensen dat deden. Er was een fietser die naast zijn fiets ging staan. Iemand met een hondje, een hardloper. En iedereen stond stil en was stil. En dat vond ik heel mooi. Want het park is al rust in de stad. En die 2 minuten horen we stil te zijn. Ik ben stil op 4 mei, die 2 minuten. Jij toch ook? Nou, zo dadelijk is de prijsuitreiking van de kunstestafette. Die is georganiseerd door Calibe Kunstenschool. En er zijn 3 weken lang of 4 weken lang zijn er 25 kunstmappen. Die hebben gezworven door de stad. En met die kunstmappen hebben we geprobeerd de Almeloers uit te dagen om op een A4'tje een kunstwerk te maken met als opdracht of als titel ook dit is Almelo. En het resultaat is heel divers. We hebben tekeningen gekregen, collages, schilderijen. Nou, ze mogen hier in het stadhuis mogen ze tot 20 mei mogen we ze laten zien aan de andere bewoners. En van een aantal gaan wij ook ansichtkaarten maken, zodat die nou ja, als promotie voor de stad verstuurd kunnen worden naar nou ja, mensen over de hele wereld, in heel Nederland. Kijk, hoe oud ben je, Kelly? 10. Ja, hoe knap is dat, zeg. Nou, wij vonden het in ieder geval heel bijzonder. En jij krijgt je eigen kunstwerk aangeboden, maar dan in een lijst, zodat je dat mooi kan ophangen. Nou, hier is die. Hij wordt mij aangereikt. Kijk eens. Wow. Jouw eigen werk weer. Ik lijst. En daar komt nog wat bij, want als tweede word je niet zomaar. Je krijgt ook een korte cursus aangeboden bij Calibe. Ja, en die mag je gaan afgekeuzen. Ja, leuk. Wil je nog een applaus? We Nou, wat verstand. Maar in ieder geval wekt het bij jou plezierig gedachten over een stukje sfeer, gezelligheid. Ja, oké. Okay. Ik ga deze maar met heel veel plezier aan jou overhandigen. Doe ermee wat je wilt. Ik geef ook geen hints, maar je vindt er vast een leuke bestelling voor. Bedankt. Fijn dat je hebt meegedaan en van harte gefeliciteerd. Alternatieven die u aan kunt dragen? Geen, want een alternatief voor een gesloten wijkcentrum betekent voor het Wendmolenbroek dat er geen andere accommodatie beschikbaar is. Help ons wijkcentrum Molenbeek dreigt te verzuipen. Wat bedoelt u daarmee? Daar bedoelen wij mee dat de gemeente Almelo op dit moment bezig is om een inventarisatie te maken van die wijkcentra die in haar ogen niet voldoende functionaliteit bieden, dan wel te prijzig zijn wellicht om te kijken dat ze die kunnen sluiten en activiteiten die daar plaatsvinden naar elders te verhuizen. Dat zou betekenen dat voor de wijk het Wendmolenbroek de enige activiteitencentrum het Molenbeek gesloten gaat worden. Alle bewoners van onze grootste wijk van Almelo gedwongen worden elders hun heil te gaan zoeken. Waarvan wij vinden dat dat in grote lijnen een onverkwikkelijke situatie is. Gezien het feit dat er dan kinderen 's avonds over straat moeten. Ouderen die eventueel met een rollator of wat dan ook naar elders moeten. Naar de driehoek, naar andere wijken. Wat wij volstrekt onacceptabel vinden. Waarbij ook nog eens komt dat een aantal activiteiten die georganiseerd wordt niet elders georganiseerd mogen worden vanwege juridische of anderszins onmogelijke toestanden. Wij hebben van de gemeente een voorlopig conceptonderzoek ontvangen. Dat hebben wij gelezen. Daar hebben wij in onze wijksite en wijkkrant hebben we daar bericht van gedaan. Dat daar pertinente onjuistheden in staan. Waarvan wij verwachten dat die door de gemeente in ieder geval gecorrigeerd gaan worden. Op basis waarvan dan de juiste conclusies op de echte feiten en niet op fake feiten worden genomen.
Het politiek café is ten einde. Het gaat vanavond over wijkcentra. Wat zijn uw bevindingen van deze avond? Ja, het schokkende is dat de cijfers die ons als gemeenteraad gepresenteerd zijn, die worden heel erg aangevochten door de verschillende wijkcentra. En het is niet één wijkcentrum wat dat doet, maar eigenlijk allemaal. Er zaten er hier vanavond, als ik het goed geteld heb, een stuk of 6, 7... die allemaal hetzelfde probleem hebben dat ze zeggen, de cijfers die jullie zien zijn niet correct. Nou, dat is echt, want wij moeten ons baseren op dat soort gegevens. De rapporten die verstrekt worden, daar zit heel veel foute boel in. Ik heb wel het vermoeden dat de gemeente zit te werken naar één doel. En dat is het sluiten van een aantal wijkcentra om te besparen. Nou, dat is niet de opdracht die wij als raad gegeven hebben. Wij hebben als raad hebben gezegd van ga kijken naar het onroerend goed van de gemeente. En dat wordt heel anders vertaald door het college. En dat is niet correct. En er komt nieuw damwand in. Dus dan wordt het kanaal ook zometeen geschikt om met schepen van 110 meter lang bij 1145 breed te gaan varen. Het idee is dat hier tegenover een mooie zwaaikom komt. Gaat nog wel even duren, maar zonder die zwaaikom redden we ons voorlopig. Om ervoor te zorgen dat waar we goed in zijn in Twente, namelijk transport en logistiek en zeker hier in de gemeente Almelo, om dat ook uit te nutten. Omdat ook aan de rest van het land, aan de rest van de wereld zal je kunnen zeggen, hier op de verbinding aan het oosten van het land, om dat te laten zien. Dat vervult mij als burgemeester van Almelo met trots. Dat vervult me ook als Twentse bestuurder met trots. We proberen in Twente met elkaar, en dat is niet altijd makkelijk, maar we proberen met elkaar die regio voorop te helpen. In de overheid kan ik... Ja, dat lijkt me wel, ja. Dus bij deze graag. Als jij eerst je hand ligt, meneer de burgemeester, zal ik naar jou. Ja, druk ze maar. Ja, voilà. Trots. Ja, zeker trots. Weer een nieuwe vestiging erbij. En een voortreffelijke deal gesloten met de Heilengroep. En dat biedt perspectief voor de toekomst voor regio Twente hier. Groep Heilen is een vastgoedinvesteerder. Zo moet je het zien. Die klanten aantrekt wat hun klanten zijn. En dat zijn ook onze klanten. Ontsluiting is prima. We kunnen hier eraf. En we hebben de aansluiting op de kruising bij de Kapelstrook, Almelo-Zuid. De ontsluiting is prima via de weg. En de ontsluiting via het water gaat nu ook al met schepen van 110 meter lang, 11 meter 45 breed. En in de toekomst gaat het nog beter, want dan mogen we nog dieper varen. Nadat het kanaal is uitgebaggerd en we tot 280 diep mogen varen. Voorlopig keren wij nog in de haven bij Van Merkestein in Almelo. Op den duur is de bedoeling dat hier een zwaaikom tegenover komt. En dat zal gelijktijdig gebeuren met het uitdiepen en verbreden van het Twentekanaal. Volgend jaar gaan ze beginnen met de definitieve planning. En we verwachten dat dat in 2021-2022 compleet klaar is. Welkom in de raadzaal van Almelo. Je woont in de democratie. Democratie betekent het volk regeert. Dan moet je wel weten wat, hoe dat nou precies in zijn werk gaat. Nou, dat gaan we vanmiddag dan ook doen. We gaan vanmiddag daadwerkelijk ook de gemeentelijke democratie naspelen. Vandaag heb ik Marieke die mij helpt. Marieke, mag ik jou het woord even geven? Ik ben raadslid hier en dat is het enige wat ik in de politiek verschrikkelijk leuk vind. Vandaag ben ik even jullie wethouder, maar jullie zijn vandaag ook raadsleden en dat ben je normaal ook niet. En ik ben normaal ook geen wethouder, maar voor één keer vind ik dat dan ook wel weer leuk om te doen. Geachte raadsleden, welkom bij deze vergadering. We zijn hier vandaag samen om een beslissing te nemen over een voorstel wat de wethouder zo meteen zal toelichten.
En zonder te dralen wil ik mevrouw Wetter het woord geven. Dank u wel, voorzitter. U heeft allemaal het voorstel kunnen lezen dat we 50.000 euro willen besteden aan de buslijnen. Daarbij wil ik nog even duidelijk maken dat de provincie daarbovenop ook 50.000 euro geeft, maar alleen als we de buslijnen. Wat we aan de buslijnen besteden, alleen dat bedrag krijgen wij dus ook van de provincie. Dus dat is totaal een ton, tenzij u zegt, nou ik wil 25.000 besteden aan het fietspad en 25.000 aan de buslijn, dan krijgen we dus maar 25.000 erbij van de provincie. Onze vaststel is om eerst een referendum te houden over wat het volk vindt, omdat het ook heel belangrijk is, want we leven in een democratie, dat het volk kan beslissen wat ze het liefst willen in deze gemeente. Maar ons voorstel is dat de studenten kunnen tegenwoordig toch allemaal gratis reizen. Dus het lijkt ons handiger om een openbaar te gaan aan te gaan pakken. Dus we willen een amendement indienen. We zijn van mening dat allebei de problemen moeten worden aangepakt. En we kiezen dus voor beide kanten. We willen voor het fietspad willen we 25.000 euro investeren. Het riool wordt ook al aangepakt, maar we willen ook voor de verlichting. En de bomen en de wortels vervangen of zoiets. Wij hebben als standpunt, als lokaal belang, daarbij dat wij 80% van het bedrag willen wij voor het openbaar vervoer beschikbaar hebben om nieuwe bussen erbij te krijgen en de oude bussen op te kunnen knappen. En daarbij willen wij 20% voor eventuele verbetering van het fietspad nadat het klaar is met het riool. Vervolgens is ons voorstel dat we 20.000 euro aan het fietspad gaan uitgeven. Dat gaan we uitgeven aan verlichting, aan stoplichten en aan verbetering van het fietspad. Ja, omdat er sowieso al vanuit het riool een stuk nieuw fietspad wordt aangelegd. Dus doen we een schepje bovenop. We gooien 30.000 euro naar de bussen. We krijgen vervolgens 30.000 bij van de provincie, maar 60.000 euro. Dank u wel. We zijn hier op de Woonboulevard in Almelo. Wat is hier vandaag allemaal te doen? Nou, vandaag is het heel leuk. Je kunt vandaag met de kidsbingo meedoen. Kun je kaarten winnen voor Beerse Bulten en voor het Giga Konijnenhol. En voor de rest hebben wij heel veel leuke andere prijzen. Maar er is ook een hele leuke clown die ballonnetjes maakt voor kinderen. Je kunt gesminkt worden. Je kunt in de Kids Knutselcorner allemaal mooie knutselwerkjes maken. We hebben ponies op het plein. Nou, eigenlijk is hier van alles te doen, tweede paasdag. Nou, je hebt bij ons dus eigenlijk de reclamecommissie van Woonboulevard Almelo. En daar ben ik dus de marketeer van. En wat wij doen is naast de reclame ook heel veel beleving op het plein. Dat vinden wij heel belangrijk. We zijn bij het Multimedia Center op de Woonboulevard in Almelo. En we hebben een leuk project gestart om geld in te zamelen voor een goed doel. De stichting Help Sebastiaan Staan. Hij heeft een vorm van MS, PPMS. En daarvoor is behandeling nodig in Rusland. Behandeling wordt vergoed, alleen alle kosten eromheen. Dat is een probleem en daar wordt dus geld voor ingezameld. Wij hebben hier bedacht dat we dat in het thema van de computers leuk kunnen doen door kinderen met computeronderdelen te laten knutselen in de vorm van een workshop. Afgelopen jaar zijn we begonnen met heel veel beleving op het plein. Had je bijvoorbeeld met kerst een ijsbaan waarbij je 2 weken lang gratis kon schaatsen. Maar ook met Pasen hadden we allemaal acties, Pinksteren, Moederdag. En dit jaar gaan we dat weer doen. En je kan via onze Facebook-site, maar ook via onze website ons in de gaten houden. En daarnaast maken we overal wel reclame, waardoor je dus ziet wat voor leuke maandelijkse acties wij hier allemaal op de Woonboulevard hebben. Microfoon maar even retour. PA3 AGF, Papa Alpha 3 Alpha Golf Foxtrot, Papa Echo 1 India Lima Hotel. Ja, oké, okay. Papa Echo 1 India Lima Hotel, PA3 AGF. Jos, bedankt voor de introductie. Leerzaam om te horen hoe een andere radioamateur met apparatuur werkt en antennes. Ik heb al uitgelegd dat we eigenlijk daarmee ons gesprek, QSO noemen wij dat, vullen met dit soort primaire informatie en daarna gaan we verder.
En ik heb al eens aangeboden, mocht je gebruik willen maken van mijn antenne, dan ben je welkom. Hè? Maar dat weet je natuurlijk. Ik werk hier zelf met een FT2000. Uitgangsvermogen is ook 10 watt. Gelet op de afstand tussen ons is dit ruim voldoende. En de antennes op dak is gigantisch. En het voordeel van die antennes is, als het regent draait de antenne, dan wordt het huis niet nat. Hè? Zo groot is het allemaal. Goed Jos, ik dank je voor de tijd even om dit gesprek te voeren. Ik wens je veel plezier vanmiddag en we spreken elkaar misschien nog een keer via de zender of anders wel eens een keer persoonlijk. Hè? Fijne middag, PE1 ILH sluit Papa Alpha 3 Alpha Golf Foxtrot. Cheerio. Mijn naam is Remy Denker en als hobby ben ik radiozendamateur. En radiozendamateurs werken met zogenaamde roepletters. En sinds 40 jaar zijn mijn roepletters PA3AGF. En deze roepletters zijn terug te vinden in zogenaamde internationale telefoonboeken. Het is internationaal gebruiken wij het NATO spellingsalfabet. Dat is dan Pieter Abel 3 Abel Golf Foxtrot. En zo ga ik de lucht in. Of met telefonie, met een microfoon, of telegrafie met een seinsleutel. Seinsleutels hebben mijn preferentie en dat doe ik toch bijna elke dag. Verbindingen maken met telegrafie over de hele wereld. Nou, de letters liggen natuurlijk vast. Sinds 100 jaar liggen de letters vast en iedereen moet dat leren. En kan dat ook leren. Het vergt wat inspanning, maar het resultaat is er ook naar. Als centamateur moet je een basiscertificaat hebben, een vergunning. Je hebt daar twee niveaus, een makkelijk en een iets moeilijker niveau. En dat geeft je de mogelijkheid om uit te zenden, ook op de korte golf. En met de korte golf is het een wereldwijd ontvangst en wereldwijd bereik qua zenden. Vanuit deze check, zoals wij dat zo mooi noemen, heb ik verbindingen gemaakt met Australië, Nieuw-Zeeland, Tahiti, Zuid-Amerika, Rusland, Japan enzovoort enzovoort. Een waardig levenseinde heeft al vele jaren de aandacht en steun van het Humanistisch Verbond in het licht van het streven naar zelfbeschikking. En afdeling Almelo nodigde daarom John Bos, arts werkzaam voor de NVVE en de Leefzijnenkliniek, uit om in te gaan op de moderne, actuele situatie rondom voltooid leven. Ja, euthanasie komt altijd op het bordje van de arts. En als je nou echt zegt, ik zou het anders willen, en dat is een van de standpunten van de NVVE, dat we dit graag een autonome manier van levensbeëindiging willen, dan zou je de arts niet nodig moeten hebben. En dat is in principe het doel van het wetsontwerp van Pia Dijkstra. Daar zit dan weer een nog niet bestaande levenseinde begeleider bij. En hoe dat tot stand gekomen is nog onduidelijk. Maar dat is het probleem. Het is dus in die zin niet een echt autonome route. Zou u kunnen uitleggen waarom die autonomie er nu niet is? Per slot van rekening kan iemand voor de trein springen. Ja, dat is autonomie, maar dat is geen prettige manier voor de patiënt die het doet, voor de mens die dat doet, maar ook niet voor de omgeving en in, met name niet voor de bestuurder van de trein natuurlijk. Maar ook geldt dat voor het van een dak van een hoog gebouw springen. En ook bij de Leefzijnenkliniek, dat is een kliniek die euthanasiewet toepast, dus daar is de arts wel degelijk nodig. Dus een autonome route, dat vraagt u eigenlijk? Nee, die bestaat nog niet. En dat is binnen de huidige wet en regelgeving ook niet mogelijk op dit moment. U vertelt dit de mensen, u gaat in op alle vragen heel geduldig, legt het gedetailleerd uit. Wat is uw drijfveer? Mijn drijfveer is dat ik het heel belangrijk vind dat mensen die een existentiële doodswens hebben, maar ook mensen die vrezen een mens onwaardig einde te moeten doormaken, om ze dat te kunnen besparen. En binnen de huidige wet, die sinds 2001 pas bestaat, is dat mogelijk. En mijn drijfveer is om dat breed bekend te maken en ook collega's daarover te vertellen, zodat iedereen, want heel veel collega's, artsen, die zijn nog niet zo duidelijk bekend met wat er allemaal kan binnen de wet. En denken ten onrechte dat ze strafbaar zijn. Dat is niet zo. Als je houdt aan de regels die er zijn,
dan ben je absoluut niet strafbaar. Dus dat is mijn drijfveer. Om mensen te helpen die eigenlijk in nood zijn in deze zin. Van dat ze hun leven willen beëindigen, maar dat niet zelf kunnen of zelf mogen. Ik ben de parkmanager, dus ik namens de bedrijven op Bornse Straat, Almelo, probeer ik zoveel mogelijk kwaliteit te behouden en te verkrijgen op het bedrijventerrein hier. Dus ik word ingehuurd door de ondernemers om dingen te regelen. Is dat zo'n beetje de kroon op het werk van het opknappen van het hele project? Nou, je zou het ook kunnen zien als het begin, want we moeten nog best veel doen. We willen het vooral werknemers goed naar de zin maken op dit bedrijvenpark, want als die hier blijven werken, blijven de ondernemers hier ook. We hebben dus een heleboel maatregelen bedacht samen met de gemeente om het bedrijvenpark aantrekkelijker te maken. Bedrijven hebben daarin meegedacht, ook medewerkers hebben daarin meegedacht, middels een enquête. En een van de punten was dat men meer wandelmogelijkheden wilde hebben. Niet alleen over de trottoirs langs de bedrijven, maar ook mooi langs de Wezenbeek. Nou, daar is dit een mooi voorbeeld van. Nu samen met gemeente onder andere en met Twente Mobiel onderzoeken of je ook meer fietsmogelijkheden kunt krijgen op het bedrijvenpark. Het is heel goed bereikbaar voor fietsers, maar nog niet op alle plekken liggen fietspaden of zijn er veilige voorzieningen voor fietsers. Dus daar gaan we mee bezig. En daarnaast gaan we ook fietsen aantrekkelijker maken door elektrische fietsen te stimuleren, beschikbaar te stellen, dat je ze uit kunt proberen enzovoort. Dus we willen eigenlijk gewoon een duurzaam bedrijventerrein zijn wat ook duurzaam bereikbaar is. Ik sta hier in Fort de Beeld in mijn eigen Utrecht. Als kind woonde ik hier vlakbij en speelde ik altijd in de bossen tussen de bunkers in. Ik had toen nog geen idee, maar later realiseerde ik me door lessen op school wat hier gebeurd is. Op deze plek zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog 140 gijzelaars, verzetstrijders en politiek gevangenen doodgeschoten. Ik vind het heel belangrijk dat we dit soort plekken blijven bezoeken en stil blijven staan bij de slachtoffers van oorlogsgeweld. Mijn generatie, maar ook de generaties daarna, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Op 4 mei ben ik dankbaar voor de vrijheid waarin wij nu leven en ben ik 2 minuten stil. Jij toch ook?